Ik ben Mona Keijzer. Ik ben geboren en getogen op Volendam. Ik zit in de Tweede Kamer voor het CDA. Mijn eerste baantje was afwassen in de keuken bij Spaander. Hier leer je dat. Hard werken, omzien naar elkaar. Ik probeer dat ook door te geven aan mijn kinderen. Dus dan is het prachtig om nu te zien dat mijn eigen kinderen ook weer afwassen. Dan leer je twee belangrijke dingen. Namelijk de troep van een ander opruimen. Dat maakt je bescheiden. En je leert dat geld niet vanzelf uit de muur vandaan komt. Net was wel een mooi loopje natuurlijk over de dek. We zijn hier nu in het verpleeghuis in Volendam. Waar ontzettende goede zorg gegeven wordt. Maar hier zie je ook hoe ongelooflijk belangrijk familie is. Dat is ook wat mij drijft in de politiek. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat ik met mijn kennis en met mijn kunde mensen kan helpen. Zorg begint met aandacht. En het is van het grootste belang dat er weer tijd is om aandacht te geven. Als je nu een ziekenhuis binnenkomt of als je een verpleeghuis binnenkomt, dan zie je mensen achter computers zitten. En ik weet één ding zeker, die verpleegkundigen, die verzorgenden, die zijn niet in de zorg gaan werken om achter een computer te zitten, om papieren in te vullen. Die zijn in de zorg gaan werken om te zorgen.